Welkom bij Recrea My Caravans in Groningen. We staan vandaag bij de Knauwsport van modeljaar 2017 alweer. Dit is de 450 FU, dat is de indeling met een Frans bed voorin. En achterin de ruime rondzit die in de sportuitvoering, een mooie vierkante uitvoering, is uitgevoerd. De sport voor 2017 is eigenlijk bijna nagenoeg dezelfde kerf vanaf afgelopen seizoenen. Knaus heeft gezegd, we maken hem gewoon één keer goed. En dat hebben ze ook gedaan. Hij verkoopt goed. Hij ziet er goed uit. En ja, waarom zul je een winnend team veranderen? Ze zeggen altijd, never change a winning team. Eigenlijk voor 2017, wat hebben ze gedaan? Hij heeft een nieuwe concerndeur. Er zit eigenlijk een bergvak bovenin. En omdat mensen graag een bakje trekken om de deur dicht te zetten, die dan in het verleden al een stuk ging, hebben ze nu het bakje verstevigd. Er zit eigenlijk een handgreep bij in, een handgreep met een bakje. Dus je kunt daar aan trekken en daarmee de deur dicht doen. Nou, dat is dan nieuw voor 2017. En verder is eigenlijk weinig veranderd. Maar we gaan toch even stiekem binnenkijken om te kijken wat deze caravan dan allemaal voor moois heeft. Nou, ik ben nu voor en zit op het vaste bed van deze Knauwsport 450 FU. Het is een Frans bed met een hoekje eraf, zoals je dat ziet. De matrassen zijn standaard in een 5-zone uitvoering. Dus op zich geeft het een mooie gewichtsverdeling. Op latte bodems natuurlijk, lekker op hoogte, zodat hij wat meer bergruimte eronder heeft. Nou, Knauw is natuurlijk sterk in opbergkastjes al jaren. Nou, je ziet het natuurlijk ook volop in de kastjes rondom. De keukenkastjes zijn wat extra diep voor wat meer borden en pannen en dergelijke. We hebben deze besteld dan met extra ambiante verlichting. Dat geeft een hele warme sfeer in de caravan. Het is een optie, kunt u voor kiezen. Wij vonden het een leuke optie, dus in het model zoals hier zit hebben wij het bijbesteld. In het midden vinden wij de keuken. Natuurlijk het 3-pits Knauws kookcomfort, wat extra werkruimte biedt voor het gastel. De domestic koelkast, groot en ruim met een breed vriesvak. De laden voor bestek, voor pannen en nog een opbergkastje daaronder. En naast mij vinden we dan het domestic toilet met een keramische pot. Ja, eigenlijk gewoon een hele mooie complete uitvoering. En standaard is de sport dan ook al voorzien van warm en koud, stromend water, kachel, ringverwarming, bagageluik, schokbreker, stabilisator. Het zit er allemaal op en eraan. En dan kunnen we natuurlijk wat extra opwaarderen, maar dat is natuurlijk naar eigen wens. Nou, we zitten nu achter in de caravan op de rondzit, ook wel de U-zit genaamd. Met de vierkante hoeken zou ik eerder aan een U-zit denken dan aan een rondzit. Maar het is een mooie ruime zit. We hebben hier de optionele bekleding Active Royal gekozen. Een mooie vuilafstotende stof. Ook een leuke kleurstelling om de caravan mooi op te waarderen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen uit een mooie beige of bruine bekleding die standaard geleverd wordt. Ja, Knauwsport is verder gewoon compleet. Leesverlichting zit erin, is verschuifbaar, kunt u ook verplaatsen, kan een extra lampje bij, en dan licht boven de tafel. Nou, hier zit een heekje dakraam in, daar zit het pluspakket op, daar zit het heekje dakraam, dan zit er standaard bij in. Ja, de Knauwsport is eigenlijk weinig over te vertellen dat die compleet is en gewoon een leuke caravan voor een hele leuke prijs. Mocht u meer willen weten over deze caravan of andere caravans van Knauws, u kunt kijken op www.recreama.nl of natuurlijk langskomen, want op zich deze Knauwsport is door zijn lage gewicht, nog geen 1000 kilo leeg, een ideale caravan voor mensen die gewoon een ruime caravan willen, maar niet te veel gewicht. Graag tot ziens!